Goed, welkom. Fijn dat jullie erbij willen zijn. Om een avondje te kijken hoe je meer regie en balans in 2022 kunt scheppen. Want we zitten natuurlijk in een wereld waar niet veel balans meer is. En waar het zomaar extra belangrijk is geworden om balans in jezelf te kweken. Nou, wat gaan we in de tijd doen? We hebben natuurlijk niet zo heel erg lang de tijd. We hebben er geen lange workshop van gemaakt. Heel kort gaan we ons zometeen even zelf voorstellen. Wie zijn wij eigenlijk? Verder gaan we kijken van de quick fix. Iedereen wil altijd een quick fix. Maar ja, quick fixen zijn niet altijd oké. Dus daar gaan we heel kort op in. De Being in Balance scan waar het vooral allemaal over draait. Daar ga ik iets meer over uitleggen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En wat dat nou eigenlijk is, zo'n Being in Balance scan. En wat dat voor jou kan betekenen. Verder gaan we in op emoties en gedachten. Want dat is ontzettend belangrijk dat we daar veel meer bewustzijn op krijgen. Hoeveel invloed dat heeft op ons ja, ons leven, onze gezondheid, op de situaties die we aantrekken, alles. Verder heeft Nienke een prachtig boek geschreven met de invloed van jouw eerste 1000 dagen. Daar gaat ze iets over vertellen, want ook dat heeft heel erg veel te maken met ja, hoe leef jij je leven nu en hoe kan de Being in Balance scan daar iets in betekenen. Uiteraard nog een Q&A en ja, voor de mensen die daarna nog willen blijven, hebben we natuurlijk ook een prachtig aanbod. Totaal vrij om te kijken wat je daarmee doet. Er zit nergens aan vast. Dus dit is in het kort even, waar gaan wij het over hebben? Dus Nien, mag ik jou uitnodigen om als eerste aan de slag te gaan? Ja, dankjewel Carla. Nou, superleuk. Mijn naam is Nienke Stoop. Ik ben, mijn praktijk heet Lotus Coach en Consult. Ik zit in Zutphen, een praktijk voor integrale gezondheid en welzijn. Ik heb eigenlijk twee belangrijke pijlers binnen mijn praktijk waar ik mee werk waar ik mensen mee help. Enerzijds stellen met een langdurige, onvervulde kinderwens, die heel graag zwanger willen worden, maar waarbij om onverklaarbare reden dat niet lukt. Soms zonder dat er medische oorzaak bekend is, toch jaren proberen. Die komen dan bij mij en ik help ze om vanuit de holistische visie op verschillende manieren te kijken naar hun kinderwensvraagstuk. En hoe ze daarin een doorbraak kunnen beleven en alsnog gezond zwanger worden. En als ze dan zwanger zijn, help ik ze om in de zwangerschap regie en balans te ervaren en ook rondom de bevalling en het start van het ouderschap. Ja, dat met vertrouwen en zelfvertrouwen en vitaliteit in te gaan. Dat is een heel belangrijk onderdeel van mijn werk. Daar komt ook mijn boek uit voort over de eerste 1000 dagen van iemands leven. Maar ik heb ook een andere belangrijke poot binnen mijn bedrijf en dat is eigenlijk dat ik volwassenen help om hun beste gezondheid te leven. Vanuit holistisch perspectief. Carla noemde net al invloeden van geest op het lichaam, leefstijl, voeding, mindset. Maar ook bijvoorbeeld zingevingsvraagstukken van goh, wie ben ik en wat is echt mijn ding in het leven en waar wil ik mijn talent voor inzetten. En ik help mijn cliënten om de energie die er nodig is om je levenswerk neer te zetten, om echt vanuit voldoening het leven te beleven. Op zo'n sterk mogelijke manier te ontwikkelen. En vaak gaat dat gepaard met vraagstukken over gezondheidsproblemen. Maar het kan dus ook gewoon komen uit een diepere interesse in jouw persoonlijke ontwikkeling en hoe je daarin groei kan ervaren. En dat is ook iets waar ik de Being in Balance methode vaak bij inzet. Het is een hele mooie combinatie van de verschillende dingen die ik in huis heb als arts, maar ook als Chinees geneeskundige en hartcoherentiecoach. Nou, vandaag gaan we natuurlijk vooral hebben over de Being in Balance technologie. Maar Carla en ik kennen elkaar al heel lang. We leerden elkaar kennen in 2012, toen we allebei de opleiding tot hartcoherentie trainer deden. Hartcoherentie is ook een heel belangrijk onderdeel van onze werkwijze. En zodoende gaan we al een heel tijdje mee, Carla, samen. Dat is al 10 jaar. We hebben een feestje te vieren dit jaar. Vandaar deze samenwerking, denk ik. Ja, ik denk het ook, ja. Ja. Ja,
nou, dan neem ik het stokje over. Ik begrijp dat je uitverteld bent, Nien. Carly Jansen van Roosendaal, lange achternaam van Life Mind Creation. Erg lang bezig geweest met puur stressreductie en burn-out. En met de scan tot ontdekt dat veel meer bezig bent met wat speelt er allemaal tussen de oren en hoe kun je daarmee je leven veranderen. Dus door je mind te veranderen kun je je leven veranderen. Dus ik heb een half jaar geleden besloten mijn bedrijf een stukje om te gooien en er Life Mind Creation van te maken. Burn-out, stress blijft een groot onderdeel van mijn werk, maar ik zet me nu veel meer in op de breintraining, op het veranderen van je gedachten, wat niet kan als je flink onder de stress zit, dus daarom blijft ook dat met de hartcoherentie een groot onderdeel van mijn leven. Ik doe dat nog steeds met ontiegelijk veel plezier, het enthousiasme dat blijft erin zitten, gelukkig wel. En ja, ik heb er zelf ontiegelijk veel profijt van gehad. Waarom ben ik ooit met hartcoherentie begonnen? Omdat ik een derde burn-out inging. Dat lukte mij zomaar 3 keer toe. Nou, met hartcoherentie heb ik dat om kunnen draaien. Ben me daardoor gaan specialiseren in stress. En toen kwam dus de balance ook op mijn pad. Waar Nien en ik dus elkaar nog dieper hebben leren kennen. Ik werk nu zo'n 6,5 jaar met de scan. En ja, ik vind het gewoon fantastisch. Omdat het zoveel leert over wat zit er tussen je oren in gedachten waarmee jij je leven bepaalt. En een heel mooi voorbeeld hoe dat ten goede kan keren, dat overkwam mij 2 jaar geleden. Toen stond ik op een ladder van 4 meter hoogte en ineens lag ik op de grond. De ladder die ging naar beneden en ik ging mee. En ik verbrijzelde 2 benen. Maar het eerste, nadat ik dan mezelf naar de zijkant had gestrokken, waardoor ik in ieder geval rechtop kon zitten en wel merkte, het zit echt niet goed hier zo. Was toch het eerste wat in mijn gedachten kwam van jeetje, wat heeft mij dit te vertellen? Wat mag ik hier zo? En ik bleef daar heel erg rustig onder, wetende dat het toch wel aardige gevolgen zou hebben. Nou, die gevolgen, waarom overkomt mij dit? Dat ben ik echt gaan uitdokteren. Ik ben heel erg mijn hartcoherentie gaan toepassen. Ik heb de scan erbij gehaald. Ik ben op zoek gegaan, wat is er allemaal in mijn mind? Hoe kan ik dit toepassen? Alles wat ik hierin meemaak naar mijn bedrijf toe, naar mijn privéleven toe. Even uit, zit daar rijk. Wat? Karin, jou. Was het een vraag, Karin? Of? Nee, Karin heeft de microfoon aanstaan. Karin, zou je de microfoon uit kunnen zetten? Want we horen de achtergrondgeluiden. Sorry. Dat geeft helemaal niks, is niet erg. Dus, maar ik heb via de scan wel heel erg weer mijn overtuigingen kunnen achterhalen. Wat zit er bij mij dwars dat ik weer even een les mocht krijgen om te resetten? En met behulp van de scan kon ik heel goed achterhalen wat die zaken waren. Hadden ook veel met het bedrijf te maken. Ben die dingen gaan toepassen in combinatie met hartcoherentie. Heel veel aan mijn eigen mindset weer gewerkt. En ik ging als een speer in mijn revalidatie. Dat echt de fysio ook zoiets had van hoe is dit mogelijk. En nou, dat heeft mij dus enorm geholpen. En zonder die scan waarin ik ook mezelf een boost kon geven. Dus de energie kon resetten. Ben ik er zelf toch wel van overtuigd dat ik er langer over gedaan had. Nou, ditzelfde soort resultaten, dat als je maar goed werkt aan van hé, wat komt eruit en wat kun je ermee, kun je daar grote resultaten mee bereiken. En dat weet ik ook van mijn cliënten en dat weet Nienke ook van haar klanten. Dus dat heeft dus voor mij een grote rol gespeeld. Nu is het, ja goed, ik huppel nog niet. Maar ik kan wel stukjes rennen, ik loop gewoon kilometers, ik doe zo goed als alles weer. En ik weet wel wanneer er een tegenslag is en ik laat me daar weer even mee beïnvloeden, is dat in mijn lijf weer merkbaar. Dus dat is ook wel weer een voordeel dat dingen merkbaar zijn als je er maar naar wilt kijken en luisteren.
Nien, de volgende slide mogen we die hebben. Want op welke gebieden kunnen we uit balans haken? Nou, dat, je ziet dat kan op heel veel gebieden. Mentaal, dat kan allerlei, of kunnen fysieke klachten zijn. Nien die had al in de mail al een aantal genoemd. Maar het is niet alleen maar in ons lijf, in ons systeem. Het heeft ook echt te maken met wat komt er in jouw leven steeds weer terug wat jij niet wilt. Dus wat ben jij in feite aan het uitzenden en via de wet van aantrekking naar je toe aan het trekken? De infertiliteit waar Nienke dus straks nog verder op door zal gaan. Dingen zoals niet doorzetten, zelfsabotage. Waarom? Wat is de achtergrond? Uit welk deel van jouw leven komt dat allemaal? Dat zijn dingen die ook allemaal weer vanuit onze overtuigingen, onze gedachten vandaan komen als basis op onbewust niveau. Dus dat is iets waar we behoorlijk verder op kunnen gaan. En mijn vraag eigenlijk aan jullie, en ik weet niet wie daar wel of niet antwoord op wil geven. Wat zijn voor jullie dingen waarvan je zegt, nou dat zit voor mij niet uit balans. Dat mag je in de chat zijn, dat mag je even hardop zetten. Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Herkennen jullie zaken die steeds weer terugkomen, die je eigenlijk helemaal niet in je leven wilt? Dus wat zijn dat voor jullie? En ondertussen krijg ik van Lisa allemaal appjes. Lisa lukt ons ook niet, helaas. Ze kan ja, niet. Ik zie er de hele tijd binnenkomen, laat ik er erin, maar dan vliegt ze er toch weer uit. Dus misschien is het iets met de verbinding natuurlijk uit Thailand anders. Nee, ze zit in Nederland. Oh, ze zit in Nederland. Oh, ja. Oké. Okay. Oh, ze is binnen. Ah, kijk. Welkom, Lisa. Lisa, wij hadden een vraag gesteld even aan mensen. Wat zijn dingen die je zelf tegenkomt en wat je herkent in je leven? Van, hé, daar ben ik aardig van uit balans. Jacinta, terugkerende fysieke klachten, zelfsabotage. Wat mooi dat je dat eerlijk aangeeft, Jacinta. Ja, zelfs die zelfsabotage, ik moet heel eerlijk zeggen, ik herken dat ook wel. Dat dat zo'n terugkerend dingetje af en toe is. Dus niet zo heel fijn. Ja, diegene met de iPad, ik weet geen naam, ik zie alleen iPad. Komt net uit de burn-out, maar het blijft lastig om goed voor mezelf te zorgen. Ja, als je inderdaad, een burn-out is een heftig iets. Kan wel heel veel en goed mee gedaan worden om daaruit te komen. En dan inderdaad goed voor jezelf te gaan zorgen. Dus wat zit daaronder dat dat niet lukt? En René, het heel erg goed willen doen, waardoor ik niet altijd mijn hart volg. Ja, er zijn inderdaad een hele lastige, dus meer in het hoofd bezig zijn. En waarom niet naar het hart, maar wel in het hoofd blijven? Mooie meningen, dank jullie wel daarvoor. Ja, Sint, ik vind het lastig de draad op te pakken doordat corona ons ook uit elkaar heeft geslagen. Ja, Jacinta, wat het bijzondere is, is wat doen wij met de situatie? De situatie is zoals die is, maar wat gaan wij ermee doen in ons hoofd, in onze gedachten? Wat voor reactie hebben we daardoor? Uit de weg gaan, daarmee mezelf afwijzen. Een hele lastige zelfsabotage en zelfverwijten is een van onze grootste stressoren. Dus dat is heel erg vervelend. Ruzie in huis. Oh, ik herken dat zo van mijn kinderen. Gelukkig één is uit huis, dus het is een stuk rustiger geworden. Maar inderdaad heel erg van invloed. En ook heel erg veel leuk vinden met een volle agenda. Dus het gaat een stukje ook over grenzen stellen. Dat zijn allemaal mooie zaken. Waar komt het dus vandaan dat we daar zo last van hebben? En vooral, hoe lossen we dat op? En natuurlijk willen we allemaal voor de quick fix gaan. Nien, neem het stokje over. Ja, gaan we voor de quick fix of gaan we niet voor de quick fix? Ik vind het heel mooi wat jullie allemaal ook heel eerlijk noemen. Inderdaad, wat Carla zegt, ook heel herkenbaar.
Wat ik bij mezelf bijvoorbeeld weet, is ook wanneer zijn de momenten waarop ik ruzie krijg met mijn partner of met mijn kinderen. Dat is echt het moment waarop ik eigenlijk zelf al langere tijd over mijn eigen grenzen aan het gaan ben. Maar dat dan niet erken aan mezelf. En in plaats daarvan juist niet thuisgeef, letterlijk of figuurlijk, bij mijn omgeving. Maar ook het door blijven lopen met fysieke klachten. Terwijl je eigenlijk weet, van nou, ik moet nu eens gewoon een paar avonden vroeg naar bed. Want anders worden dit echt chronische problemen. En soms is het ook veel moeilijker om de vinger erachter te leggen. Dus dan lijkt het zo van, nou, hè, is die quick fix misschien ook wel die paar avonden vroeg naar bed? Of misschien eens een keer iemand zegt, goh, misschien moet je deze supplementen slikken. Of misschien moet je deze meditaties luisteren. Of misschien moet je vanaf nu intermittent fasting proberen. En 's ochtends minder eten en... dit sportprogramma of dit mindsetprogramma en weet ik veel, bandjes luisteren van affirmaties, tapping, EFT. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Ik denk dat Carla en ik samen best wel alles hebben geprobeerd. Behoorlijk, wat ja. Wat ik niet geprobeerd heeft Carla gedaan en andersom. En ook nog eens heel veel dingen allebei. We zijn allebei echt ras nieuwsgierig naar alles wat eigenlijk gaat over hoe leer ik mijn lichaam optimaal kennen. Hoe leer ik de mogelijkheden van het lichaam kennen en benutten. Ook hoe haal ik het meeste uit mezelf, qua ambitie, maar misschien ook wel qua gezondheid, zelfgenezend vermogen. En toch is denk ik een van de dingen die voor mij echt de grootste sleutel zijn geweest naar duurzaam succes, of duurzaam, ja, echt wel op een dieper niveau elke keer voelen dat ik gezonder word, dat ik sneller herstel, dat ik groei als persoon en me gelukkiger voel, vitaler of happier voel met mijn leven. Echt gekomen met de doorbraken die gekomen zijn uit het besef van, oh wauw, ik ben veel meer dan alleen mijn leefstijl, mijn voeding en mijn mindset. Er zijn onbewust programma's in mij actief en als ik leer hoe ik die kan transformeren, dan vindt er echt een grotere omwenteling plaats. En dan kan ik echt zoveel meer halen uit mezelf en uit mijn dag. Waardoor ik niet meer aan die handrem trek, niet meer mezelf saboteer, niet meer mezelf eigenlijk in de weg zit met alles wat ik wil in het leven. En veel meer ook leef vanuit mijn natuurlijke talent. Want we zijn allemaal uniek, we zijn allemaal anders. Het is niet zo dat als we allemaal intermittent fasting gaan doen, dat het voor ons allemaal werkt. Het gaat erom dat je ontdekt wat werkt er voor jou. En dat zo specifiek afgestemd op jouw persoonlijke mogelijkheden en de kansen en de talenten die jij in je draagt. Dat is iets wat we echt zijn gaan kijken van. Dat gaat dus eigenlijk verder dan een soort standaard programma voor iedereen. En ik denk dat dat ook het mooie is van de Being in Balance methode. Dat we door daarmee te gaan werken eigenlijk veel meer inzicht zijn gaan krijgen in hoe lees je nou de totaliteit van lichaam en geest. En dat vraagt even een stukje uitleg over wat is nou Being in Balance kerntechnologie. Wat is nou deze methode waar we mee werken hoe kan het dan dat zo'n scan zoveel informatie geeft eigenlijk? En om dat goed uit te leggen, moet ik eigenlijk iets vertellen over kwantumfysica. Je kent allemaal wel de uitdrukking, alles is energie. Maar als je dan gaat kijken naar wat bedoelen we daar nou precies mee? Dan zeg ik altijd, we beseffen allemaal dat energie door het stopcontact stroomt. He, dat als ik een stekker in mijn stopcontact steek en ik klip het lichtje aan, dat die lamp aangaat. En er is niemand die zich afvraagt hoe dat nou eigenlijk kan precies. Of bijna niemand vraagt zich af hoe komt die stroom nou eigenlijk van A naar B. Of hoe kan het dat wij nu met elkaar in deze Zoom zitten, elkaars gezicht kunnen zien. Jullie kunnen mij horen. Ik kan zelfs mijn scherm met jullie delen. Hoe verplaatst eigenlijk die informatie zich door de ruimte naar jouw beeldscherm, naar jou toe?
En zoals dat met technologie gaat, zo gaat dat eigenlijk ook met ons lichaam. Want ons lichaam is ook één groot bundel van energie, zou je kunnen zeggen. En de westerse geneeskunde heeft er niet heel veel onderzoek nog naar gedaan, of is daar nog niet zo heel erg mee bezig geweest. En de westerse geneeskunde is een hele mechanische geneeskunde. En dus je kijkt echt naar de anatomie, de fysiologie en processen die je kan meten. Bijvoorbeeld bloedwaarden of foto's of scans, CT-scans of MRI-scans. Maar de Chinese geneeskunde, die kent natuurlijk wel al het fenomeen energiegeneeskunde met behulp van de meridianen en acupunctuurpunten, wat energiepunten zijn. Je is een soort van stopcontacten in het lichaam zou kunnen noemen. En als je kijkt naar de kwantumfysica, die zegt dus eigenlijk, alles is energie, alles heeft een vibratie, heeft een frequentie, heeft een trilling. Dus alles heeft ook een fysiek eigenschap, dat noem je een Newtoniaanse fysica of natuurkunde. Dus dat heeft massa en snelheid. Als ik mijn kopje laat vallen, valt het naar beneden. De kwantumfysica die zegt eigenlijk, hé, maar dit is glas. Dat heeft een bepaalde frequentie, dat heeft een bepaalde trilling. En doordat het met elkaar samenhangt in een geheel, toont het als een kopje, kan ik het vastpakken als een kopje. Maar ik zou het ook kunnen bekijken als een patroon van golven, of van een patroon van vibraties. En wat de Chinese geneeskunde gedaan heeft, door alle verschillende orgaangroepen eigenlijk te bundelen naar frequenties en energieën, zou je kunnen zeggen, en ook emoties, heeft de kwantumfysica het lichaam ook weer in kaart gebracht als bundels van frequenties. En de Being & Balance technologie is een van de nieuwste, meest geavanceerde en ook medisch gecertificeerde apparatuur die frequenties kan meten. En waarmee we dus, en daarom is het zo'n krachtige coachingsvorm, eigenlijk in hele korte tijd, met biofotonentechnologie, dus het is een licht, eigenlijk met de snelheid van het licht, meet je de lichtfrequenties in de cellen en de verschillende frequentiepatronen van de verschillende orgaansystemen in het lichaam. Dat wordt geprojecteerd op een beeldscherm, dus je krijgt een plaatje te zien, daar gaan we straks wat voorbeelden van laten zien, van verschillende lichaamsgebieden met daarin geprojecteerd de energiewaarde van dat orgaan, van dat gebied. En zowel over de korte termijn gemeten van de afgelopen periode, als ook over een hele langere termijn gemeten. En daardoor krijg je een heel nauwkeurig beeld van je fysieke, mentale, emotionele, spirituele gezondheid. Omdat al die verschillende lagen hebben weer invloed op die verschillende frequentiegebieden. En je zou het op deze manier ook kunnen uitleggen. Vaak begint iets met een gedachte. Een gedachte is eigenlijk een hele fijne vorm van een soort trilling. En we zeggen letterlijk soms wel eens van dat idee, dat viel me in. Dat kwam op een bepaalde golflengte, kwam ineens dat idee binnen. Die gedachte die gaat zich doorontwikkelen tot een overtuiging of een soort aanname ergens over. En met dat we die aanname meer en meer voeding geven, wordt dat een overtuiging. En die overtuiging, daar gaan we ons naar gedragen. En op het moment dat we gedrag vaker herhalen, dan wordt het iets dat ook fysiek tot uitdrukking gaat komen. Als je elke ochtend een half uur sit-ups en push-ups en spieroefeningen doet, kan het niet anders dan dat je na een aantal weken toch echt een beetje buikspieren begint te ontwikkelen. Omdat het gewoon een soort van repeterende beweging is die je elke keer opnieuw herhaalt. Maar zo is het ook als je heel vaak een bepaalde gedachte hebt. Ook als je dus heel vaak een negatieve gedachte hebt over jezelf. Dan ga je daar steeds meer naar handelen. En op die manier groeit het eigenlijk langzaam uit tot een fysiek kenmerk. Nou, met deze technologie meten we dat soort gedachtepatronen, dat soort emotiepatronen. Maar ook hele oude imprints die al soms generaties lang in iemand kunnen voortleven. Van generatie op generatie zijn doorgegeven. En waarvan we terug kunnen halen van waar kwam dat nou eigenlijk eens vandaan? En is dat wel echt nog een helpende gedachte voor jou? Of was het een gedachte die je grootmoeder had, maar die in jou eigenlijk geen toegevoegde waarde meer heeft? En wat zou het voor jou betekenen als je die transformeert? Als je die beperkende gedachte loslaat? Carla, misschien wil jij nog wat aanvullen en ook
verder een stukje laten zien van wat jij uitgekozen hebt als beelden die je met de groep wil delen? Ja, ik heb qua uitleg over de scan ben je erg duidelijk geweest. Daar hoef ik niet veel meer op aan te vullen. Ik heb inderdaad, want dit is even een verzamelplaatje van wat zijn überhaupt de mogelijkheden? Nou, die zijn eindeloos als het gaat over het lichaam. Zoals je al kunt zien, tot en met DNA-niveau, chromosomen, elk onderdeel, huid, organen, zelfs groepenbeelden, zoals je in het midden ziet, de romp daar zo. Kleinste cellen, elke soort cel is gewoon hier zichtbaar te maken. Het klinkt totaal ongelooflijk, maar het is daadwerkelijk mogelijk. En daarom is het ook zo baanbrekend in feite. Hoe lang het al behoorlijk lang gebruikt wordt. Hè? Dus als je naar de volgende wil gaan, Nien. Dit is van een voorbeeld van een vrouw die al 10 jaar in een burn-out zat. Zij, zoals ze vertelde, ze had al heel veel... Hoe lang bestaat de apparatuur al? Die bestaat al rond de 50 jaar, Jacinta. Die is begonnen in Amerika, in het elite-leger, is doorgesluist naar in Rusland. Daar uiteindelijk in het cosmonautenprogramma gekomen. En toen de Berlijnse muur is gevallen, toen zijn een aantal van die professoren gevlucht. En die hebben het qua kennis, hebben ze dat allemaal meegenomen naar Duitsland. En hebben het daar nog veel verder ontwikkeld. Het is een miljardenproject geweest om dat dus zo te krijgen zoals hier. Daar kan ik nog een heel uur over vertellen. Alleen al hoe het allemaal ontstaan is. Dat ga ik maar verder niet doen. Dus ik hoop dat voldoende antwoord is op jouw vraag. Maar in dit voorbeeld, een vrouwtje die dus al aangeeft 10 jaar in een burn-out te zitten. Ze had al van alles geprobeerd om daaruit te komen. Het lukte maar niet. Had absoluut geen plezier meer in haar leven. Was zwaar kerkelijk opgevoed en liep daar tegenaan. Want zij, Theresa, zou jij heel even je... Ik heb al kunnen muten. Zij wilde niet meer in dat kerkelijke, dus ze probeerde daar uit te komen, maar liep daardoor weer tegen dat de familie natuurlijk, die banden onder druk stonden. Nou, de twee buitenlandse kindjes geadopteerd, wat ook toch het nodige met zich meebrengt. Dus kortom, ontiegelijk veel aan de hand en dat bleef ook aan de hand, maar zij bleef ook in... Geen energie hebben, een hoofd wat niet stil te krijgen was, alleen nog maar gevuld met negatieve gedachten. Allemaal nietjes, wat kan ik niet, wat doe ik niet, wat wil ik niet, enzovoort. Dus, en je ziet ook hier op de scan die geeft alles in tekentjes aan. En zoals je op het linkerplaatje ziet, want ik heb gelijk even het plaatje erbij gedaan, na ongeveer een half jaar, 7 maanden, hoe het veranderd was. Want al die gele stippen die je daar ziet, dat is gewoon de beste energie die we kunnen hebben. Terwijl als je in het linkerplaatje zie je ook de zwarte en de groen omrande bruinachtige stippen. Dat is wat wij noemen de 5 en de 6. En dat betekent dat energie heel zwaar uit balans is. En dat er echt wel interventie nodig is om daar iets mee te doen. Nou, ik ben met haar flink aan het werk gegaan en gelukkig was het iemand die ook wel heel gemotiveerd was om door te zetten. Ook al lukte dingen in het begin maar zwaar, ze bleef wel doorzetten, want ze geloofde er zelf ook wel in. Het moet anders kunnen gewoon. Volgende plaatje, Nien. Dat is een overzichtsplaatje van de borstkas. Daar was duidelijk niet zo heel veel aan de hand in de galblaas. Was het een en ander. Maar daarin, galblaas, boosheid, wij verbinden daarin ook. Waar zijn al die spreekwoorden en uitdrukkingen? Hè? Dus zwartgallig bijvoorbeeld, gaat over gewoon al die boosheid, niet meer zien zitten. Die kun je echt voor waarheid aannemen, die spreekwoorden. En het mooie is, het bijzondere vind ik, dat dat in de scan op een of andere manier ook altijd weer naar buiten komt. Dus zo kunnen wij emotionele, psycho-emotionele patronen verbinden aan alleen al wat wij aan het plaatje zien. Laat staan wat we daar verder dan van informatie kunnen uithalen.
is goed, Nien. Doe maar de volgende. Hier zie je ook dat in de rug, en elk plaatje die we hier hebben, hebben we andere dingen die we kunnen opzoeken. Hier zit het op de zenuwstrengen, de zenuwbanen, links onderin. Ook echt vijven. En ze had ook veel klachten daar zo. En dan zie je ook rechts dat dat gewoon allemaal opgelost is. Dat het gewoon hartstikke mooie uitslagen zijn. De scan, je kunt het niet zo heel goed zien doordat het vrij klein is. Maar het is, hier, het is een 52% verbetering in die energie. Dat geeft die scan dus ook nog precies aan. Wat is de verandering? Zelfs tot chromosoomniveau. En zo zie je ook hier zo dat we dus zelfs op die diepte energie enorm uit balans kan zijn. Ja, maar hier die drie vijven die zie je, een aantal vieren zijn er. Dus daar zitten dan al op die diepte overtuigingen dwars die gewoon echt niet helpen. Die echt ervoor zorgen dat de energie in ons lijf gewoon helemaal uit balans raakt. En dat zit dus wel allemaal in je koppie, maar ook voor 90% een onbewust niveau. Jullie kennen allemaal wel die beroemde ijsschots, 10% zit erboven, 90% zit eronder. En daarin zitten we gewoon het meeste tijd met onze gedachten. Die zijn we gewoon niet eens bewust. Dat zijn vaste patronen geworden. Die leren omdraaien, dat is waar het allemaal over gaat. Nou, de volgende wil ik nog heel even laten zien. Dus ook nog van deze klant. Dus je ziet wel dat er heel veel uit balans was. Maar ja, 10 jaar in een burn-out, dat heeft natuurlijk echt wel zijn effect op je lijf. En ook hierin heeft zij er zelf zo hard aan gewerkt dat je rechts zie je dat dat gewoon veel betere energie is allemaal. Dus dan heb ik nog één plaatje van een andere persoon. En die heb ik er even bij getrokken. Omdat ja, die persoon zegt, goh, ik ging een scan draaien. Want ja, ik heb wel wat te veel stress. Ik zit te denken, zou ik er misschien iets mee moeten gaan doen? Dus ik dacht dat het toch best wel een beetje meeviel. Toen draaiden we de scan en toen zagen we dus links onderin dat plaatje met 1 en al 5. Deze gaat over de bloedvaten in het brein. Dus hij schrok. Ik moet zeggen dat ik ook wel zoiets had van, nou, dit is best wel heftig. En hij vertelde ook dat in de familie een patroon was van hersenbloedingen. Dus we hebben hem gelijk op non-actief gezet en we zijn heel hard aan de slag gegaan. En jij kunt ook hier niet lezen, maar 1,5 week later hebben we weer een scan gedaan. Hij is echt direct aan de slag gegaan met dingen die ik hem gegeven had om te doen. Dus hij is heel fanatiek ook in. Hij zag ook wel dat het moet. Maar binnen 1,5 week hadden we al 11% verbetering. We waren er uiteraard nog niet, maar we hebben wel langer aan moeten werken. Maar ook even als voorbeeld, hij dacht dat het wel meeviel. Maar ondertussen zwaar uit balans, best wel een essentieel iets. Dus aan de slag gaan, dat is dat we dus met de therapie en coaching aan de slag gegaan zijn. Om allerlei dingen te gaan doen om de stress te verminderen, aan die overtuigingen te werken, eetpatronen aanpakken enzovoorts. En daarop doorgaande overtuigingen. Je ziet hier zo'n voorbeeld van overtuigingen. En dit is nog van die dame waar ik het net over had. Zijn dit allemaal uitslagen van? Dit zijn voorbeelden van overtuigingen die wij dus over het algemeen op onbewust niveau hebben. Je ziet bovenin staan 1, 3. Dat betekent dat gaat over het eerste, derde deel van het leven. En wij kunnen dan ook nog heel goed zien, is dat al vanuit DNA-niveau? Is dat iets later in die eerste zoveel jaar van je leven? Meestal zijn, wat ik dan hier inzet, is van DNA-niveau. Wat we dus al, wat Nien straks ook nog op ingaat in die eerste 1000 dagen. Dingen die wij al meekrijgen van de moeder, die wij dus meenemen als zijnde onze overtuiging. Het zit gewoon letterlijk op ons DNA, zit het erin gezet. En dan zie je die volgende, zie je 3-3. Dat betekent, dan kijken we naar van, welke invloed heeft dat op dit moment? En dan zie je dus ook echt voorbeelden, mistrust towards life. Dus gewoon een wantrouwen naar het leven. Zelf een imperfectie voelen. Nou, en zo haal je echt heel erg precies
One does not entitled to take room in. Geen ruimte durven innemen. Zichzelf dus niet op de voorgrond durven zetten in zijn eigen leven. Dat is natuurlijk ontiegelijk belangrijk is om dat wel te doen. Nou, dit zijn dus voorbeelden van overtuigingen die daadwerkelijk aanwezig zijn. Nou, en wat kunnen wij dan verder doen? Ook weer vanuit die scan. In de scan kunnen wij een hele hoop andere zaken van wat kunnen wij doen op een aantal verschillende gebieden. Ik heb er maar een paar uitgepakt, gezien de lengte. Dat zijn kleuren. Kleuren hebben een enorme invloed. Zijn ook weer, wat Nien ook zei, trillingen energie. En die kunnen dus ons helpen de energie meer in balans te brengen. En sommige kleuren helpen om ze weer verder uit balans te krijgen. Nou, hier wordt dus precies aangegeven welke kleuren zouden helpen om meer in balans te komen. Psycho-emotionele patronen. Wat voor patronen zitten er die dwars zitten? Nou, daar kunnen we heel mooie dingen. Later kunnen we daarvan zaken op een flesje zetten, een soort homeopathisch middel noem het maar even. Dan brengen we de trilling vanuit die scan, brengen we in het flesje en dan is het een kwestie van druppels nemen. En dan help je dus ook weer met die psycho-emotionele patronen om die om te draaien. Daarnaast is voeding, en daar gaat Nien ook nog iets meer op in strakjes, een ontiegelijk belangrijke. Alleen al voeding aanpassen, wat is wel goed voor me en wat is niet goed voor me, en daar ook echt aan houden, kan een enorme verbetering plaats en vinden. En je ziet in die scan dus maar een heel klein lijst, want normaal is zo'n ding wel zo'n voedingslijst alleen al 5 pagina's lang. Hè, maar je ziet hier precies food sensitive, wat mag je wat mag je even niet eten voor een x aantal tijd. En dan suitable. Hier staan alleen even de drankjes en een paar van groentes. Van wat zou je juist wel kunnen eten om terug in balans te kunnen komen. Nou, daarnaast heeft de scan de mogelijkheid om te, zoals wij dat noemen, te boosten. Dan ga je de energie. Met behulp van de scan ga je dus een boost geven. Met andere woorden, je gooit. De scan stuurt de juiste frequentie van die cel, dat orgaan, wat dan ook, stuurt die naar die plek. En dan zie je op dat linkerplaatje bijvoorbeeld, waar allemaal zwarte zitten, dat in het rechtse plaatje is dat na wat wij noemen de metacorrectie. Dat die boost, dat de scan dus de juiste frequentie erin gooit. En je ziet ook dat die cel die juiste frequentie ook aanneemt. En dan heb je dus een soort van reset van ja, die cel. Nou, dat kunnen wij dus op al die gebieden doen. Rechtsonderin zie je nog zo'n voorbeeld van een plaatje. Waarin we dus de metacorrectie toepassen. Om de energie weer meer in balans te krijgen. En het lichaam, dat vind ik het mooie ervan, het lichaam geeft daarin aan wat hij wel en wat hij niet wil. Dat is, ja, we hebben zo'n bijzonder iets hier zo, dat hele lichaam van ons. Dus daar mogen we ook heel dankbaar voor zijn. Alleen met onze gedachten willen we dat zelf nog wel eens in de war sturen. En dan komen we dus, hier, nogmaals, gedachten en emoties. Ze hebben zo'n ontiegelijk veel invloed op je hele gedrag, op je gezondheid, op situaties die je aantrekt, op hoe jij leeft, wordt gedragen door gedachten en emoties. Nou, gelukkig haalt die scan daar dus al een hele hoop van naar buiten. Verder is in gesprekken kom je dus nog achter veel meer zaken. En dan ga je zelf ook merken, wat is nou die invloed van mijn gedachten op mijn gedrag? Door daar helderheid in te krijgen, oorzaak-gevolg te zien, weet je ook wat je kunt doen met je gedachten om het om te draaien. En daar word je uiteraard ook mee geholpen dan. Dat werkt natuurlijk uiteraard ook, gedachten zijn gebaseerd op onze overtuigingen. En het werkt op de wet van resonantie. Wat ik uitzend aan gedachten, krijg ik aan situatie terug. Wij zijn gewoon een radiozender. We zenden een frequentie uit, dat is die gedachte. En dan krijgen wij wat er bij die gedachte hoort. Als ik dus zeg, dat kan ik niet. Nou, echt geloof me, het lukt je ook gewoon niet. Maar als ik zeg, ik kan het wel, want ik krijg altijd van iedereen te horen, jij kunt zoveel, ik doe huis alles zelf. Jij kunt zoveel. Ja, omdat ik altijd zeg, ik kan dat gewoon. Pippi Langkous, ik heb het nooit gedaan, dus ik kan het. Nou, maar zo werkt het ook echt. En jij hebt dus gewoon alle mogelijkheden in je
om ja, de juiste invloed en de juiste verandering teweeg te brengen. Kunnen we allemaal zelf doen. Je moet even leren hoe. Je moet je er bewust van leren worden. Je moet je stress gaan reguleren, omdat je dus merkt, als stress de boventoon voert in jouw systeem, heb jij minder breinfunctie. Dus je kunt ook minder in oplossingen denken en in oplossingen gedragen. Nou, stress wordt dan gereduceerd met bijvoorbeeld hartcoherentie. Wij houden van hartcoherentie omdat ook weer een zichtbare methode is. Je kunt alle stress zichtbaar maken. Nou, overtuigingen helder krijgen en er dan dus ook iets mee gaan doen. Daarmee kun je die eigen mentale blokkades, die je vaak niet eens bewust bent, die kun je dus veranderen door die overtuigingen te veranderen. Je doelen helder krijgen, wat wil ik nou? Zonder een doel, ja, weet het universum ook niet, wat wil je nou? Heb jij ook niks om naartoe te werken? De kracht van visualisaties is enorm. Ons brein weet niet het verschil tussen wat ik daadwerkelijk meemaak, of dat ik iets op tv zie, of dat ik iets zit te visualiseren. Ons brein vindt alles gewoon echt. En die zal ook zorgen dat jij met je hele systeem daar als zodanig op gaat reageren. Nou, voeding en supplementen, ik heb het net al genoemd en dat is, daar is Nienke werkelijk een topper in. Die is daar 100 keer beter in dan ik. Ik stuur ook mensen door daarvoor. Het is gewoon niet mijn ding. Ik ben van hier en Nienke is van hier en daar. En leefstijl aanpassen. Ja, je zult dingen, wil je een andere uitkomst, zul je dingen anders moeten doen. En dat is inclusief je leefstijl. Dus dat is waar die over gaat. Volgens mij ben jij aan de beurt, Dien. Mag je het overnemen? Ja, de duizend. Ja, ja. Het fantastische ja, boek, mensen, als je hem niet hebt. Terug. Ik zei fantastisch boek, als je hem nog niet hebt, dan. Ja, ga ik zo wat over vertellen. Ik vind het even een heel mooi rijtje om dat zo met jullie nog even zo te delen. Omdat ik denk dat het inderdaad het aanpassen van je leefstijl of het aanpassen van je leven. Dat is een van de dingen die we bijvoorbeeld met goede voornemens. Waarom werken goede voornemens wel of niet? Als we de onderliggende overtuigingen of imprints niet hebben aangepakt, dan houden we iets maar beperkte tijd vol. We hebben ook letterlijk op de dag een beperkte hoeveelheid wilskracht. En op een gegeven moment is dat gewoon op. En is het ook moeilijker om goede voornemens vol te houden. Zwichten we dan eerder 's avonds toch nog voor dat koekje op de bank. Of om niet te gaan sporten. Terwijl we 's ochtends vroeg misschien nog net wel de wilskracht hebben. Het betekent ook dat je leert schakelen met. Wat zijn nou eigenlijk mijn beste momenten van de dag? En hoe ga ik die inzetten voor het welzijn van mezelf? In plaats van altijd eerst alles uit te geven tussen aanhalingstekens aan anderen. En dan aan het einde van de dag erachter te komen dat je nu niet meer de puff hebt of de energie of de wilskracht om echt zelf voor jezelf nog dat ene, die verandering door te voeren. En een van de dingen die dus een rol kan gaan spelen bij waarom hou ik dat niet vol, waarom neem ik die beslissing niet, is als bepaalde belemmerende overtuigingen uit die allervroegste levensfase daar eigenlijk toe leiden dat je jezelf minder waard vindt dan een ander. En dat gaat heel subtiel. Jouw blueprint is in je cellen verweven. Dus je bent als het ware vanaf het allereerste moment, vanaf de conceptie, is er een proces gaande. Is een heel mens gebouwd. De mens die jij nu bent. En die draagt dat potentieel, die draagt de unieke code van die persoon, de talenten, de kwaliteiten, de zielsmissie zou je kunnen zeggen, vanuit een groter, wijzer, spirituele perspectief, maar ook letterlijk de fysieke mogelijkheden die horen bij de grootte van jouw lichaam, of je een man of een vrouw bent, of je bepaalde genen hebt van supersportief, of juist supercreatief, of ook de mogelijkheden waaronder je bent opgegroeid. Hè? Dus dat noem je epigenetica. Dus de omgevingsfactoren waarbinnen jij als embryo je hebt ontwikkeld. De marinade zou je kunnen zeggen waar je 9 maanden in gemarineerd hebt in de buik van je moeder. Ik beschrijf het allemaal in dit boek. Levenskracht, jouw eerste 1000 dagen in een nieuw licht. Wat je kan bestellen op mijn website of via bol.com of bij de boekhandel bij jou in de buurt.
En het helpt je eigenlijk heel erg helder in kaart te krijgen. Hoe zit dat nou eigenlijk met mijn allereerste 1000 dagen? Welke invloeden vanuit mijn ouders, vanuit mijn leefomgeving, waarin ik opgroeide, misschien culturele factoren, hebben een stempel gelegd op mijn ontwikkeling? En wat daarvan draag ik eigenlijk nog elke dag actief in me mee? En dient dat mij wel? Ja, leef ik eigenlijk wel de leefstijl, maar ook de gedachtes het werk de omgeving waarin ik woon. Is dat stad of is dat het platteland? Die past bij wie jij van nature diepst van binnen bent. En hoe meer helderheid je daarover krijgt, hoe helderder je krijgt van, nou, zit ik op koers of zijn er dingen, imprints, die ik mag gaan transformeren? En wij zien dat dat een belangrijke oorzaak is, bijvoorbeeld ook bij onbegrepen infertiliteit of stoornissen in vruchtbaarheid. Ik vind dat ook een heel bijzonder voorbeeld van mind over matter. Wat ik al een aantal keren in mijn praktijk heb meegemaakt, is dat mensen eigenlijk zonder duidelijke oorzaak geen kinderen kregen, geen zwangerschap wisten te creëren. En door inzicht te creëren in deze onderliggende overtuigingen, bijvoorbeeld onder andere zo'n imprint van ik mag geen ruimte innemen in deze wereld, was een van de imprints die een cliënt van mij had. We gingen daarover in gesprek, hoe kan dat? Herken je dat, vroeg ik aan hem. En hij zei, ja, dat is eigenlijk wel raar. Ik ben geboren in een periode nadat mijn oudere broer is overleden. En ik heb eigenlijk, als ik nu het daar zo over hebben, heb ik eigenlijk het idee, misschien heb ik eigenlijk nooit echt het gevoel gehad dat ik ook echt ik mocht zijn. Ik moest eigenlijk een soort vervanger zijn van die broer. En op het moment dat hij dat eigenlijk zei, emotioneerde hem dat ook. Was dat eigenlijk voor hem best wel een belangrijke inzicht. En hij is naar huis gegaan en heeft dat besproken ook met zijn moeder. Dat heeft echt heel veel teweeg gebracht in dat gezin. Heel veel heling ook, want omdat eigenlijk daarmee ook het rouwproces over zijn broer bij zijn moeder ook in beweging werd gezet. Zij is later ook bij mij in de praktijk gekomen. Dat is een hele bijzondere eigenlijk familiegenezing geweest die plaatsgevonden heeft. En een van de mooiste dingen vond ik dat 3 weken later kwam hij met zijn vriendin bij mij weer op het spreekuur. En bleek dat ze zwanger waren. Terwijl ze echt al 2,5 jaar aan het proberen waren, zelfs al medische behandeling hadden gehad en niets lukte. En het was voor mij een heel mooi voorbeeld van mind over matter. Hoe eigenlijk zo'n overtuiging, want ik mag geen ruimte innemen. Hij kon als het ware zijn bestaansrecht niet voelen. En daardoor was het ook heel moeilijk, genetisch gezien, bij wijze van spreken, om een kind te krijgen. Om dan nog iemand een bestaansrecht te geven uit jouw voortkomende. En met dat shifte er dus ook iets in dat hele vruchtbaarheidsverhaal. Ja, dat doe ik met stellen in VIP-dagen of in een periode van ongeveer 6-7 weken. Een aantal keren komen. We zetten daarin de scan bij in. Maar we hebben ook andere vormen van coaching en counseling die ik daarin combineer. En voeding en supplementen spelen daarin ook een rol. En dat vind ik eigenlijk ook heel bijzonder van de scan. Het kan dus tot op diepgaand niveau, eigenlijk op orgaanniveau en celniveau meten. Wat heeft dit orgaan dat we zien dat uit balans is nodig qua voedingsstoffen, qua bouwstof, qua micronutriënten, ook vitamine, mineralencomplexen, echt op diepgaand niveau, op DNA-niveau te shiften. En dan zie je dat voor gezonde cellen hebben we echt gezonde voeding nodig en is vaak alleen natuurvoeding niet voldoende. Hebben we echt micronutriënten nodig, dus de microbouwstoffen zoals bijvoorbeeld zink, selenium, vitamine C, antioxidanten, verschillende soorten antioxidanten, maar bijvoorbeeld ook jodium, mineralen, magnesium. Door daarin heel goed te kijken naar wat heeft iemand nodig, maar ook met de kennis van de afgelopen jaren ook een aantal basisproducten waarvan ik weet van dit geeft het lichaam net die extra boost, die extra versnelling, zal ik maar zeggen, om in korte tijd heel veel energie te kunnen genereren die nodig is voor een duurzame transformatie.
Want dat is ook wat we ons moeten realiseren. Op het moment dat je in een persoonlijk traject aan de slag gaat met onbewuste belemmerende overtuigingen, met je leefstijl, met echt gedachtepatronen en leefpatronen, dan heb je extra energie nodig om ook dat transformatieproces niet alleen op wilskracht te doen, maar echt het gevoel te hebben van, nou, ik word vanuit mijn lichaam als het ware ondersteund om hier nu een versnelling te creëren, waardoor de shift die je wil ook beklijft en voortduurt. Misschien is het nu een goed moment om weer even ruimte te houden voor vragen. Ik weet niet of of een van jullie misschien naar aanleiding van wat we hebben verteld. We hebben natuurlijk heel veel gedeeld. We moeten ook even goed opletten op de tijd dat jullie niet al te ver buiten het uur lopen. Want we waarderen het enorm dat jullie hier vanavond zijn. Maar we hebben ook beseffen ook heel erg dat iedere tijd kostbaar is. Superleuk dat we dit allemaal hebben kunnen delen. Ik weet niet vooralsnog of er vragen zijn over dit wat we tot nu toe hebben uitgelegd. Wat is het apparaat van jullie anders dan kinesiologie of nij? Ja, voor de mensen die niet weten wat kinesiologie of nij is. Kinesiologie is het gebruiken van spiertesten. Dan meet je eigenlijk ook de onbewuste informatie vanuit het lichaam. En met lei is ook een soortgelijke methode. Wat ik daar eigenlijk als Chinees geneeskundige arts, als face reader, ik lees gezichten bijvoorbeeld, ik doe pols- en tongdiagnostiek. Ik ben ook geschoold in energetische geneeskunde, het waarnemen van energieën. Het lezen van chakras, et cetera. Maar dan blijft het altijd mijn waarneming versus de cliënt die eigenlijk gewoon een verhaal aanhoort over wat ik daar waarneem. En hoewel je daarin heel veel soms van jezelf kan herkennen, blijft het ook op een bepaalde manier abstract. En met de Being and Balance methode, de Metavital Oberon-scan, creëer je dus niet alleen plaatjes waarbij je echt kan laten zien wat er op het beeldscherm, hè, wat die energieverdeling is, wat je dus eigenlijk als het ware in de energie zou kunnen waarnemen als je daarin geschoold bent. Maar daarmee geef je dus de cliënt ook direct inzicht in wat er gemeten wordt. En het voordeel is ook dat je de metingen kunt vergelijken, wat Carla liet zien, dat je kan zien van, hey, dit is meting 1. En als je 6 weken later na een aantal interventies en oefeningen een tweede meting doet, dan zie je meting 2. En dan kan je echt een verschil zien. En dat geeft mensen ook heel veel vertrouwen, omdat je daarmee bevestigd wordt dat de inzet die je toont eigenlijk ook ergens toe leidt. Zoals we kunnen laten zien, kun je ook meten. Hè? Heb je bepaalde producten nodig, of bepaalde stenen, bepaalde voeding, bepaalde affirmaties of bepaalde kleuren in je kleding die je zou kunnen gaan dragen en gebruiken. Je zou het misschien nog het meest kunnen vergelijken met een bioresonantieapparaat. Alleen moet je je voorstellen dat bioresonantie werkt met elektromagnetische metingen en frequenties. En dit werkt met biofotonen. En dat is gewoon als bioresonantie ongeveer 6000 punten meet, dan meet deze technologie 6 miljoen punten. Dus om dan even de schaalgrootte te zien van hoe geraffineerder, hoe verfijner eigenlijk deze meetapparatuur is. Dus met veel meer nauwkeurigheid en precisie. Het is super nauwkeurig en inderdaad kan echt heel ver de diepte in. En dat is uniek aan de Oberon-technologie. Ja. En het is objectieve gegevens, hè? Dus helemaal staat er gewoon objectief staat het er genoemd. En er zit niks, geen subjectieve mening of idee of wat dan ook achter van diegene die het meet. Dat maakt het ook nog eens extra precies. Nou, hoe zou je eventueel hiermee verder kunnen? Hè? Hoe kan je mee met een Being and Balance scan aan de slag? Wat Carla ook uitlegde, het is dus uit Rusland gekomen naar Duitsland. In Duitsland werken veel heilpraktikers met deze technologie. In Nederland is het eigenlijk nog
vrij onbekend. Er zijn weinig coaches die hiermee werken. Carla en ik zijn er een van de weinig van. En we zijn nu recent begonnen met het opleiden van nieuwe coaches. En als je daar interesse in hebt, als je een nieuw coach zou willen worden die hiermee werkt, dan ben je van harte uitgenodigd. In maart komt er echt een speciale avond voor coaches. Maar dan is het natuurlijk ook leuk om te weten, hoe werkt zo'n scan en hoe zou ik daarmee kunnen werken? Nou, in het bedrijfsleven werken we met deze Being in Balance technologie, bijvoorbeeld binnen topsportclubs, binnen bedrijven als Philips, PSV, voetbalclubs, Unilever, Accenture, grote bedrijven die hiermee werken. Nou, dat zijn ook kostbare trajecten. Maar voor de particuliere markt willen we eigenlijk ook veel meer mogelijkheid gaan bieden om hier, om hiermee te kunnen gaan werken. En omdat ik vanuit mijn medische achtergrond het ook ben gaan kijken van nou, hoe kan ik het inzetten bijvoorbeeld bij fertiliteitsvraagstukken, kwamen we erachter, hey, dit is eigenlijk een hele mooie holistic health methode voor holistische gezondheid, om op een heel breed spectrum te kijken naar hoe kan ik meer inzicht krijgen in mijn eigen gezondheid. Zo'n scan is gewoonlijk een uur. En jullie krijgen de gelegenheid om in anderhalf uur, dat nemen we net iets meer tijd, dan duiken we er net iets dieper in, zo'n persoonlijke scan te ondergaan. Je krijgt daar een werkboek bij. Je krijgt ook een verslag na afloop van de uitslagen met een hele voedingsplan en een hele voedingslijst. Dat is eigenlijk een compleet consult, een holistisch gezondheidscheck, zou je kunnen zeggen. We noemen dat ook wel een quick scan consult. Maar eigenlijk, zeg ik dat woord, dat dekt de lading niet, omdat het in wezen niet quick is. Want anderhalf uur met deze technologie de diepte ingaan, betekent echt heel veel informatie. En ben je misschien al klaar voor nog een grotere stap? Dan hebben we een heel bijzonder aanbod. Want wat we willen gaan doen met een groep mensen die daar helemaal voor willen gaan, is eigenlijk een 30-daagse, je zou zeggen gezondheidschallenge, detox en health challenge. Waarbij je twee keer gescand wordt aan het begin van het traject en na 6 weken na afloop. Je krijgt elke week, in een periode van 4 weken, krijg je elke week een masterclass van een uur van ons online. Dat is een masterclass hartcoherentie, dat is een masterclass mindtraining. Dat is een masterclass over de eerste 1000 dagen en onbewuste imprint. En dat is een masterclass over voeding en micronutriënten en supplementen en detox. Je krijgt daar ook een maand lang ondersteunende supplementen bij, die je gaan helpen bij je detox, bij het opbouwen van die energie die nodig is voor duurzame verandering. En we begeleiden je daar ook bij. Binnen een besloten Facebookgroep krijg je eigenlijk elke dag even een inspirerende post, of dan kun je je vragen stellen. Dan delen we informatie over verschillende dingen. We sturen je een leuk welkomstpakket als je daarmee start. En we testen ook je stressrem. Dat is een onafhankelijke vragenlijst van Sofos. Dus zowel aan het begin word je gescand met de Being in Balance technologie, maar we doen ook een stressremtest om te kijken van nou, wat is je nulniveau als je start aan het programma. En aan het eind van de 6 weken testen we dat opnieuw. Om ook heel goed te kunnen zien van nou, wat is het resultaat dat je bereikt hebt met je inspanningen so far. Er komen werkboeken bij en verslagen van de scans. En jullie krijgen allemaal mijn boeken door. Dat hoort er ook bij. Nou, dit totale pakket bieden we aan voor €797. Dat is 6 weken begeleiding in een groep, online. Heel veel individuele aandacht ook, omdat je 2 keer dus een scan krijgt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, voor de prijs van 2 scans heb je al, ben je al in het hele programma, kun je al meedoen. Heb je op deze manier, ga je de lente, ik noem het de lente schoonmaak, zou je kunnen zeggen, ga je echt even heel goed de lente in. En om regie in je leven te hebben, om die balans te ervaren, helpt het gewoon heel erg om dat in een groep te doen, om ook echt even een tijd lang die begeleiding te krijgen, niet eenmalig even iets, iets wat gewoon net wat langer beklijft, waardoor je die stappen en die transformaties die nodig zijn voor die duurzame verandering, met de juiste ondersteuning kan doormaken, maar ook
met elkaar kan vieren. Want dat is, hè, zo eindigen we ook aan het eind van die 6 weken. Dan gaan we echt met elkaar een soort van celebration Zoom doen. Waarin iedereen kan delen. Wat heb je bereikt? Wat zijn je uitdagingen geweest? Hoe heb je dat doorbroken? Waar ben je nog aan het groeien? Waar heb je nog extra support nodig? Zodat we elkaar ook echt kunnen aanmoedigen voor degenen die dat graag willen om dat te doen. Je krijgt morgenochtend een e-mail met de replay van deze video. Dus dan kun je het nog eens een keer terugkijken. Daarin vind je ook een link waarin je een scan kan boeken. Maar we gaan nu zo ook al in de chat even de link delen naar die pagina waar je een scan kan boeken. Als je al weet dat je op 15 februari of 22 februari kunt. In de week van 28 februari is het ook mogelijk om scans in te plannen. En in de eerste week van maart. En dan starten we de 30-daagse en die 4-weeks programma starten we 10 maart ongeveer. Dus het is eerst gelegenheid voor iedereen om eerst een eerste scan door te maken. En dat is ook heel belangrijk om te beseffen. Pas nadat die scan is gemaakt, maak je definitief de keuze of je wel of niet dat hele programma wil doen. Dus je kunt, eigenlijk is het een soort van 2 opties. Of je boekt alleen nu de scan en zegt, ik hou het daarbij. Dat was een leuke ervaring. Ik heb daar heel veel informatie uit. Ik ga daar zelf mee aan de slag. En that's it. Of je zegt, oké, ik doe die scan. En hey, ik wil het hele programma meedoen. Voor de mensen die dus snel beslissen, die morgen al antwoorden op de mail van, nou, ik doe mee met het hele programma, krijgt ook nog een 30 minuten coaching met mij of Carla cadeau om echt jouw persoonlijke doelen en jouw persoonlijke uitdagingen in kaart te brengen en heel helder te krijgen van, nou, wat wil je in die 6 weken bereiken? Maar het is ook helemaal prima als je zegt, goh, ik wil eerst even de kat uit de boom kijken. Ik wil eerst gewoon alleen die scan boeken. En dan beslis ik daarna of ik definitief meedoe of niet. Ik zie een vraag in de chat. Daar wil ik heel even naar kijken. Kun je dat opvoeren als kosten voor de VGZ? Heb je een eigen bedrijf? Heb je een eigen praktijk? Dan kan je deze kosten, dan krijg je een factuur daarop staat personal management coaching. Daar kan je opvoeren als bedrijfskosten. Heb je geen eigen bedrijf, dan maken we een totaalfactuur met contactmomenten daarin. Die je kan indienen bij je zorgverzekeraar als je aanvullend bent verzekerd. Ik ben als arts BIG geregistreerd en lid van de NVA. Dat betekent dat als je aanvullend bent verzekerd, dat je een gedeelte van de consult bij mij vergoed krijgt. Dan staat er op de factuur acupunctuur. Dat is het onderdeeltje van het totale consult, zou ik maar zeggen, dat we dan acupunctuur noemen. Dat is ook niet het totale bedrag van een consult bij mij, maar dat is een subbedrag. En dat gedeelte, daarvan krijg je dan een gedeelte terug van je verzekering. En dat is ongeveer €40 per contactmoment. Dus dan kijken we even naar 5 of 6 contactmomenten. En dan zetten we de data op van bijvoorbeeld workshops. En dan kan je dat indienen bij je zorgverzekeraar. Dat zou dan ongeveer betekenen dat je ongeveer een derde terug kan vragen aan je aanvullende verzekering. Ben je niet aanvullend verzekerd, heb je ook geen eigen bedrijf, dan hebben we helaas niet andere mogelijkheden. De kosten zijn hetzelfde na de eerste scan als je daarna pas beslist. Alleen krijg je niet het 30 minuten persoonlijke coaching. Als je dat wel wil bijboeken, dan betaal je €100 extra. Goed uitgelegd. Ja, ik weet niet of er al mensen zijn die zeggen, nou, ik vind het super tof. Ik wil graag een scan boeken. Leuk als je het laat weten in de chat. Ik ga nu voor jullie in ieder geval de momenten delen dat je die afspraak kan inboeken. Mocht je 15 februari al kunnen. We kijken sowieso ook even. Maak je niet zorgen als je die data niet kan die nu in deze agenda staat. Dan kun je gewoon even een van onze mailtjes sturen of morgen reply drukken op de e-mail. En dan zoeken we gewoon samen naar een moment waarop het komt. En een moment in de eerste week van maart bij mij, dat is vanaf 7 maart. Dat ga ik zo nog even in die agenda toevoegen. Dus morgenochtend kun je dat zien in de link in die e-mail.
Maar dat is waarschijnlijk sowieso op 8 maart en op 9 maart en op 10 maart. Ja, dus 8, 9 en 10 maart waarschijnlijk. Dus. Hartstikke leuk, dankjewel Sanne. Volgens mij ben je al vertrokken. Melanie gaat er een nachtje over slapen. Helemaal super. En ja, helemaal leuk. Laat het vooral even op je inwerken. Het is ook heel veel informatie, dus je kan het morgen ook gewoon weer even terugkijken. En leuk, fijn dat je het een heldere uitleg vond, Melanie. Dank jullie wel. En ook heel erg bedankt voor jullie aandacht. Dat jullie erbij zijn gebleven en de aandacht.